Beste vakgenoten en leden van IPMA Nederland. Mijn naam is Mark Wallof. Ik ben projectmanager bij Kirion en vind het een geweldige eer te zijn genomineerd voor de IPMA Project Management Award 2021. In deze video laat ik graag iets van mijn projecten zien. Bijna 30 jaar geleden ben ik mijn loopbaan begonnen in de IT-sector. Het was een boeiende tijd waarin internet nog nauwelijks bestond en de sector nog volop in de opbouwfase zat. Inmiddels werk ik al zo'n 20 jaar in de energiesector. En hoewel de sector al meer dan 100 jaar bestaat, maakt het ook nu een enorme ontwikkeling door. De afgelopen jaren staan mijn projecten dan ook voornamelijk in het teken van de energietransitie. Projecten waarin we bouwen aan een toekomst voor een duurzame energie. Zonneparken en windmolens schieten als paddenstoelen uit de grond. Daar komt bij dat we massaal elektrisch gaan rijden en dat in 2050 alle huizen van het gas af moeten. Het netwerk moet daarom fors worden uitgebreid en gemoderniseerd. Hiervoor zijn enorme investeringen nodig. En in een tijd waarin goede technici schaars zijn, is dit geen gemakkelijke opgave. Veel van de bestaande infrastructuur is bovendien verouderd en dringend aan vervanging toe. Wat de omvang en de complexiteit nog veel groter maakt. Werken aan infrastructuur betekent bovendien werken aan een systeem dat continu aanstaat. En dus extra complexiteit om veilig te kunnen werken zonder onderbreking van de energievoorziening. Er wordt veel verwacht van projectmanagement om de investeringen effectief te laten zijn. Maar we zullen de dingen ook anders moeten doen. Slimmer, sneller en in een nog betere samenwerking met de omgeving. De energietransitie is voor velen een abstract begrip. En het klinkt ook een beetje alsof het allemaal vanzelf gaat. Maar uiteindelijk moet het worden uitgevoerd in projecten waar heel veel mensen dagelijks keihard aan werken. Ik ben ervan overtuigd dat het vak van projectmanagement echt het verschil kan maken in de energietransitie. De IPMA Project Management Award zie ik dan ook als een geweldige erkenning en motivatie voor deze uitdaging.